gevraagd. Daar zijn we alle gemeentes mee afgegaan die langs de Beterlijn kwamen om met de burgemeester te praten. Met de burgemeesters. Helaas heeft dat niet het behoorlijke effect gehad. Maar toen, daar stonden al bepaalde hele goede zaken in. Ik ben blij dat Ingo Roemer vandaag de zevenaar is. Oorspronkelijk kom je uit Boksmeer. Beetje qua grootte gelijkmaat met Zevenaar, denk ik. En ik vind het heel plezierig dat jij nog een paar politieke statements wilt maken op de Beterlijn. En ik hoop dat je ons mensen wat hoop kunt geven over een ander gebruik van de Beterlijn. En dat er ook een parlementaire enquête gaat komen. Ik geef nu het woord aan Ingo. Dank u wel, Paul. Ik had toch twee aardige vragen. Misschien toch even goed om me voor te stellen. Ik ben Ingo Roemer, Tweede Kamerlid voor de SP sinds 22 november. Met een hele bulk nieuwe mensen die zitten nu in de Kamer en dat zullen ze daar weten ook. Ik heb het dossier mogen overnemen van Aarda Gerkens, die daar behoorlijk in zat en die nog steeds als collega mij regelmatig even bijpraat als ik nog wat details niet weet. En als zij het niet weet, dan weet haar eigen mond het nog wel, die van begin af aan zijn tanden erin heeft gezet en mij nog regelmatig achter mijn boek zit van hoe staat dat ermee en kan ik je nog helpen. Dus wat dat betreft laten we de samenwerking alleen maar beter worden. De betere pijn, noemde u net, ik denk dat het ook zo is. In de Kamer wordt er zelfs ook over gesproken en zelfs ook de minister noemt het af en toe dat het een hoofdpijndossier is. Nou, als de politiek al van zichzelf zegt dat ze met een hoofdpijndossier te maken hebben, dan kun je al helemaal afvragen waarom zijn we er überhaupt ooit aan begonnen. En ik denk niet dat die vraag zo te beantwoorden is zonder dat dat tot op de bodem zal worden uitgezocht. Ik ben daar ook een voorstander van. Alleen politiek gezien zal het op dit moment compleet onhaalbaar zijn. Op dit moment zal er gezegd worden, laten we nou eerst afwachten wat er gaat gebeuren. Laten we niet allemaal doen, denk ik, krijg je dan te horen. Ik denk dat daar een punt in zit. Ik denk dat meten is weten. En zo'n parlementaire enquête, die lopen niet weg. En uiteindelijk komt de waarheid, dat die uitspraak, zoals het ook al gezegd, al is de leugen nog snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Wij zijn vasthoudend wat dat betreft, dat doen we ook met onderzoek Irak. We laten niet los, uiteindelijk zal dat ook daar een keer de waarheid over tafel komen. En ik denk dat dat met de Beterlijn ook zou moeten. Ik heb me vooraf afgevraagd van, wat moet je nou met het comité laten Beterlijn varen? Het is wezen achterhaald, omdat hij ligt er nu. En ja, wat moet je daar dan mee laten varen? Ja, dan zink je toch voor de bodem in. Maar ik denk dat het wel heel erg goed zou zijn, en ik doe daar ook, omdat hier een zaal vol deskundigen zit, een oproep om, ter ondersteuning. Ik denk dat het een hele goede zaak is om een soort comité parlementair onderzoek Beterlijn op te richten. Die het komend jaar, want de minister spreekt zelf van een ingroeijaar waarna we moeten kijken hoe het is. Hij heeft aangegeven dat hij zeer ambitieus is en dat hij al afgerekend mag worden als het niks zou uithalen. Nou, zijn wij nergens het gehoord voor natuurlijk. Maar ik denk dat het wel goed is om te kijken of die ambities die hij uitspreekt, of die ook waargemaakt worden. En ik denk dat het goed is om daar ook op te wachten. En dan ben je een jaar verder, nu wel over een aantal jaren, maar laten we dus beginnen met een jaar. Ik denk dat je dan al aardig wat meer weet dan vandaag. Maar het komende jaar zouden wij eigenlijk de vele onbeantwoorde vragen, die er zeker bij deskundigen leven, moeten verzamelen. En over een jaar eigenlijk in een rapport moeten samenvatten. Om aan te geven van er ligt heel veel om van te leren, maar veel meer om nog helderheid over te krijgen hoe dat nou vanaf 95 is gelopen. Op het moment dat wij met heel veel deskundigen uit het veld zo'n rapport zouden kunnen samenstellen, en dan heb ik een heel goed stuk om daar draagvlak te gaan creëren bij de politiek. Want heel veel vragen, daar is geen antwoord op en daar hebben ze ook geen antwoord op. En dat zal dus onderzocht moeten worden. Op het moment dat wij met een brede club dat kunnen gaan opstellen, dan zal er over een jaar een goede discussie gevoerd kunnen worden. En wellicht zijn we er dan twee. Maar dan, als hij daarmee komt, heb ik daar geen moeite mee. Dus ik hoop graag straks een aantal mensen te hebben die zeggen, ik wil er graag aan mee. Want de deskundigheid zit ook voor het grootste deel bij u. En aan de politiek om de juiste conclusies te trekken en er iets mee te gaan doen.
heb mij ook afgevraagd, wat moeten we 16 juni? Ik zal het eerlijk bekennen, ook een prachtige uitnodiging gekregen. Ik ben bang dat de Garen mij zei, niet zal ontmoeten. Want ik geloof niet dat ik daar nu heen moet gaan, want ik ben uitgenodigd om een feestje te vieren. En ik zou niet weten wat daar voor feest te vieren valt. Dus de uitnodiging die klopt niet helemaal wat mij betreft. Maar misschien is het wel een punt, en dat gooi ik dan ook maar in die groep, om die 16 juni toch niet zomaar voorbij te laten gaan. En ik denk dat er ergens toch wel een signaal gegeven moet worden dat dit dossier met de opening nog niet voorbij is. Er is nu gekozen om nu de opening te doen, volgens mij, en daar ben ik ook een klein beetje stout, omdat ze niet aandurven om nog een keer te zeggen dat de eigenlijke ingebruikname weer uitgesteld gaat worden naar november, want daar komt het natuurlijk op neer. Eigenlijk is die pas echt inzetbaar waar hij voor bedoeld was in november. Maar na zoveelste uitstelling kun je daar als nieuwe minister natuurlijk absoluut niet mee komen. Nou, wat doe je dan? Dan open je hem gewoon en dan denk je dat iedereen stil is. Nou, dat dacht ik niet. Dus 16 juni is een punt, maar nog niet van opening. Ik heb heel veel meegekregen van de deskundigen hier aan tafel. Ik heb met mijn manager zitten schrijven, maar ik hoop ook dat ik de bijdrage mag krijgen. Want er zitten heel veel punten, zeker op het veiligheidsgebied, zeker op het financieel gebied, en de vraag wat nu verder. Ik zal ze me allemaal ter harte nemen en hoop dat dit dossier voorlopig nog niet afgesloten wordt.